wagens die voorbij komen tijdens een opzoet in Tilburg, die worden hier gebouwd in de bouwhal. En allerlei verenigingen, bevriende verenigingen, ze helpen elkaar allemaal mee. Er worden hier fantastische creaties weggezet. En wij krijgen een kijkje vandaag tijdens het wagenslauwen. Zijn we onderaan beneden, vriend? Duurt lang. We zijn begonnen. Het motto is eigenlijk hetzelfde als het motto van de stichting. Half geschoren is goed ingezet. Je moet uitknippen dit. Hier staan een tractor voor met meelzakken. Goed meel is vanzelf en een dikke mik. En we hebben meelzakken en we hebben een paar bakkers. Er komt een bakker uit een hele grote schoorsteen. Ja. En dat is eigenlijk het motto. Nou, het is allemaal karton deze. Ja, dit wordt allemaal nog beplakt. En we zorgen voor felle kleuren, dat het echt lekker opvalt in de optocht. Want het moet wel een beetje spreken, hè? Ja. Het is een kwestie van techniek, elektrotechniek, hydrotechniek, pneumatiek. Maar ja, normaal als alles moet draaien, alles moet carnavaleske beweging krijgen. Ja, er zitten normaal heel wat technieken om dat te doen schakelen. We hebben daar ons eigen kastje, ook niet heel onbelangrijk, ons eigen koelkastje. Oh, en alles draait tijdens de optocht en dat is het allerbelangrijkste. Dat is heel belangrijk, ja. Dat is een drankje, hè, voor onderweg, hè. Dus, hey, wie doet dat nou bij jullie zo, de elektro? Ja, dat zijn twee jongens die gewoon alleen maar met elektro bezig zijn. We hebben een groepje mannen, mannen 4-5, die ons technisch ondersteunen. En dat gaat om pneumatiek, hydrotechniek, elektrotechniek. En ze geven veel om carnaval. Maar dit bouwen vinden ze eigenlijk nog mooier als misschien wel carnaval. En dat soort fanaat heb ik keihard nodig om dit tot stand te krijgen. Ja, het ziet er fantastisch uit. En zo zie je toch eens een keer wat anders. Hè? Wat erachter zit allemaal achter die wagens. Ik hoorde net dat wij een rondleiding kunnen krijgen bij jou. Ja, wat wilde jij hebben, joh? Ja, ik wil jou. Wagenzien. Ja, dat doe jij goed. Zo simpel is het ook. Het is toch wagenslauwen? Dat is helemaal toppie. Kom maar mee. Ja. Kom kijken. Oh, en de televisie en alle opstaan. Ja, en de camera. Wij gaan dit jaar heel de opdracht interactief filmen. We zijn de beste uitvindingen van het verleden. Nou ja, de camera. Ja, waar jouw maat uitstaan. Kunnen we nog meer zien, Pierre? Ja, kom maar mee. Ja, we zijn eigenlijk te laat, dat hoorde wel, hè? Maar dit is Da Vinci. Die gaat 9 meter lucht in. En die gaat ook echt zwieren. Want dat was de eerste vliegende iets, zeg maar. Da Vinci had ooit bedacht dat wij kunnen vliegen. En dat is had hij gelijk in, toch? Ja, had hij gelijk in. Dus dat doet hij heel erg goed. Dat is echt een geweldige, mooie beweging. Maar daar zien we met een opzoek nog wel. Ja. Moet iets verborgen houden, zeg maar. Hè. Ooit in Nederland is het carnaval begonnen. En de carnaval is al toch begonnen. En de eerste carnavalswagen die er ooit gemaakt is, helaas niet door de fabriekers, was de Blauwe Schaat. Ja. En die hebben we ook nagemaakt. Dat is echt gewoon een replica van de Blauwe Schaat. Dus we hebben echt Da Vinci, Einstein en de Blauwe Schaat. Ja. En zo zag je het Blauwe Schaat. Dat was de eerste carnavalswagen ooit. Was niet in Tilburg. Was ergens anders in Limburg. Hebben we nagemaakt. Wat we doen, we gaan een pilsje vatten. Ja, dat gaan we doen. Lustig wel, hè? Ja. We zijn begonnen met een mal van klei en daar werd toch een beetje frietvet overheen gesmeerd. Ja. Niet het vet waar wij de frikandellen in maken, want dat is natuurlijk zund van de frikandellen. En daar werd een beetje polyester overheen gesmeerd. Een beetje heel veel.
En daar komen die kappen een beetje uitgevormd. Het begin is heel even moeilijk, want je gaat beginnen met die, al die kleuren. En dan kunnen we toch nog heel even kijken van, gaan we die kap ook diezelfde kleur geven? Of gaan we hem even iets er anders uit laten springen met een andere kleur? Het polyester, dat is de grootste plaksoort die er maar is, zeg maar. Ja, ja. En ja, daar moeten we er toch vanaf zien te krijgen. Want... Maar waarvoor kiezen jullie nou voor polyester en niet voor kippengas en papier-maché? Nou, kijk, zoals je ziet is de polyester heel gedetailleerd. En met gaas is dat heel erg moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Heel het lijf van de... Het lijf van de draak, daar zit wel gewoon in de gaas. We kunnen nog wel een heel klein beetje zien. Oh ja, ja, dat kan je inderdaad. Maar hoe lang ben je dan aan mee bezig? Het laswerk wat erin heeft gezeten, dat is al een week of twee zeker werk geweest. Ja, daar ben je een paar man. Mijn paar man ben er aan het lassen en aan het vormen. De gaas eroverheen aan het maken. Daarna waren het geplakt. En dan het schilderen waar we nou eigenlijk een beetje mee zijn begonnen gisteren pas. Schilder ga je ook of doe je de vrouwen laten doen? Ik ben meer van het constructiewerk, ik persoonlijk. Het schilderen wil iedereen heel graag doen. Dat is ook de reden dat wij onze wagen nog heel veel in het wit hebben staan. Ja. Dat we zoveel mogelijk proberen eerst klaar te hebben dat we alles klaar hebben staan. En dan gaan we gewoon gezellig mee z'n allen schilderen. Ja, schilderen is bij jullie echt gewoon de laatste fase? De laatste fase, ja. Maar er wordt eigenlijk nog wat schaduw in gebracht. Dan gaat het nog mooier uitzien. We doen daarna nog een laag van vernis erover waar we het net over hadden. Ja, en dan is hij klaar. Ja. En dan zien we hem met een Abstoet.